Welkom in het volledig vernieuwde logistieke centrum in Geldermalsen. Dit is het kloppende logistieke hart van waaruit alle ruim 600 winkels van Blokker en Big Bazaar worden bevoorraad. Ook worden van hieruit alle weborders uitgeleverd. Dat deze twee logistieke stromen snel, foutloos en efficiënt vanuit één magazijn worden afgehandeld, is redelijk uniek. Aanleiding voor de herinrichting was de wens om alle DC's in één omnichannel operatie onder te brengen. Hiermee kon Blokker zijn wendbaarheid vergroten en beter inspelen op grote veranderingen in consumentengedrag. WMS heeft ons een hoop gebracht. Aan de ene kant is er ontzettend veel veranderd, er is ontzettend veel gebeurd, zeker hier in Geldermalsen. En wat we zien dat de enige steady factor locus is geweest, ons locus WMS. Bij alle wijzigingen hebben we allerlei implementatiescenario's gehad, is er best het nodige niet goed gegaan. Maar we zijn ondanks alles nog altijd in staat gebleven om eigenlijk iedere dag naar de winkels te kunnen blijven leveren. En dat is voor een retailorganisatie als Blokker toch wel het meest belangrijke. De grote uitdaging bij Omnichannel is dat je verschillende orderstromen op een slimme manier moet zien te combineren. In het DC is hiervoor de meest moderne magazijntechnologie geïmplementeerd. Maar de echte intelligentie schuilt in de aansturing. Daarvoor gebruikt Blokker Locus. Het warehouse management systeem van Centric. Het leuke in de samenwerking met Centric is dat de medewerkers weten wat het is om retail logistic te bedrijven. Het nieuwe Omnichannel DC is nu helemaal up and running en heeft zijn waarde al meer dan bewezen. De dagelijkse orders worden stipt op tijd en correct geleverd en het WMS heeft nog geen moment verzaakt. En dat terwijl er al de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo is de voorraad van zusterbedrijf Big Bazaar sinds kort volledig geïntegreerd. Ik denk al met al best goed gegaan. Retail logistics wil altijd veranderen. Het is zeker kenmerkend wat we in deze periode zien. Het moet allemaal anders, het moet allemaal sneller en de consument vraagt van alles. Dus al met al goed verlopen. Implementatie altijd weer lastig en duurt altijd te lang voor een retailer. Maar het heeft gedraaid en het draait nu weer door. Het is stabiel en we kunnen gewoon weer verder naar de volgende projecten.